Hele goedemorgen, Theo. Ook goedemorgen, Peter. Theo Mulder van Mulder Agro gaan we. Hey, wij zijn vorige week met elkaar in contact gekomen via iemand uit mijn netwerk. En die zei, jij moet eens een keer met Theo gaan praten. Want ik heb ik ben van mening dat wij mensen, wij moeten weer terug naar de natuur, we moeten autonoom worden, we moeten zelfstandiger worden, we niet afhankelijk zijn van de overheid, minder afhankelijk zijn van de overheid. En eten en water en stroom en energie, weet je wel, is een heel belangrijk element daarin. Toen zei ik ook van, wat ik zie in mijn groep, en ook waar ik zelf een voorstander van ben, is dat mensen meer kleinere woongemeenschappen op willen gaan zetten die zelfvoorzienend zijn. Nou, daar hoort ook eten verbouwen bij. En toen kwam jij in één keer in beeld van jij moet gaan praten met Theo. Want Theo heeft daar een hele interessante theorie over. Want Theo zegt, en nu komt hij, worden de boeren de dokters van de toekomst? En dat is wel interessant. Want volgens mij, zoals het nu gaat, denk dat we het daar wel over hebben. Dan komt het niet goed. We hebben in 2008 voor het eerste symposium georganiseerd met de titel wordt de boer de dokter van de toekomst? Ja. Met een vraagteken. En toen hadden we professor Smalhout als spreker. Die is heel lang columnist geweest van de Telegraaf. En die had in 2001, en dat hebben we net eigenlijk afgelopen voorjaar. In 2001 had hij een column over boeren en die was heel positief. En dat vond ik toen prachtig. Ik denk, hey, dit is mooi dat die man zo schrijft. En daar zat iets voor hem. Dat was een beleving. In de oorlog zat hij ondergedoken bij een boer. Dus hij heeft toen aardappels gerooid, bieten gerooid, koeien gemolken. En dat was voor hem ingeprent. Dus hij was bezig met de productie van voedsel. En hij hield toen... Toen heb ik contact met hem gezocht in 2001. En hem verschillende dingen gestuurd. En toen heb ik hem gevraagd in 2008, wilt u spreken op ons symposium, wordt de boer de dokter van de toekomst? Ja, hij zei, dat vind ik prachtig, dat gaan we doen. En toen hebben we nog professor Sabelkoel uitgenodigd en nog een microbioloog, Dave Rensman. Dus die drie hadden we als spreker. En dat was, daar heeft hij later ook nog een column over geschreven in de Telegraaf, Het lag me wel een beetje op de lippen om hem te vragen van, hey, dat zou misschien wel mooi zijn als u hier een column over schreef. Dat was op donderdagavond. Maar ik denk, ik vraag het hem niet. Want als ik hem vraag, ja, dat weet je niet, dan doet hij het niet, denk ik. Zo, dat was een beetje mijn inschatting. Maar dat weet je niet. Ik denk, we laten het mooi geworden. We zien het wel. Ja. En toen belde hij vrijdagavond op. Hij zei, Theo, je moet morgen de Telegraaf even kopen. En toen heeft hij er een column over geschreven. Wordt de boer de dokter van de toekomst? Dat is met een kwinkslagje natuurlijk. Een boer is geen dokter. Nee. Maar waar het ons om ging, is mensen verbinden met hun eten. Juist. En we hebben een foragebedrijf, dus wij leveren veevoeders, diervoeders voor huisdieren en voor koeien en paarden. Dus wij zijn verbonden met de voeding van dieren. En wij zijn ook verbonden met de voeding van onze bodems. Ja. En mijn vrouw is altijd verpleegster geweest op intensive care in Heerenveen. En die zei, jullie zijn veel meer met voeding bezig van de koeien dan wij met mensen. En als een boer belt je bent bij de boer en er is iets bijvoorbeeld, dan kijk je naar de mest. Je kijkt naar analyses van de kuil. En eventueel naar bloedwaarden. He, dus dat doen ze in de medische wereld ook wel naar bloedwaarden kijken. Maar dan gaan ze niet heel diepgaand in op de vraag, wat eet u nu eigenlijk? En wat we bij dieren wel doen. Ja. En dat is voor ons, wordt de boer de dokter van de toekomst, zeg maar. Ja. En toen hebben we in 2015 weer een congres georganiseerd. He, we zetten er mooi 7 jaar tussen. En toen hadden we... De boer wordt de dokter van de toekomst met een uitroepteken. En daarom ben ik blij dat we dit mogen vertellen, Peter. Want ik wil eigenlijk een beetje accelereren. Het gaat me te langzaam. Ja, ben je niet de enige.
In 2022, dat is volgend jaar alweer, dan zit er alweer 7 jaar tussen. Dan willen wij eigenlijk organiseren. De boer is de dokter van de toekomst. Ja. En dat is helemaal niet nieuw. Dat is oude kennis. Je noemde al even terug. Nee, ik wil absoluut niet terug. Dat kan ook niet. Er is maar één route, dat is vooruit. Ja. Maar 400 jaar voor Christus zei Hippocrates en een arts, die zweert nog altijd de eed van de Hippocrates. En daarin belooft hij geheimhouding en dat hij zijn uiterste best zal doen voor de gezondheid van de patiënt. Ja. En dat doet die arts ook, alleen die heeft een hele grote blinde vlek. En dat is voeding. Ja. Die man is integer, die doet ook zijn best. En we hebben zelf het een en ander meegemaakt op dit gebied. Mijn vrouw heeft alvleesklierkanker gehad, dus dan heb je geen goede vooruitzichten. En ze is er gelukkig nog. Toen ik klein was, toen keek ik een keer niet goed uit bij het oversteken van de weg. En ik ben compleet overreden door een auto. Dus dat was mijn schuld. Maar ik reed nog op autopet, dus dat konden ze mij toen... Zonder artsen waren we er beide niet meer geweest. Nee. Dus alle respect voor arts. Alleen, dat is zo jammer, in de opleiding zit heel weinig over voeding. Ja. En je hoort mij absoluut niet zeggen dat we het met voeding oplossen hoor. Maar het is wel een onderdeel. En ja, ik heb de hoop dat dat de komende jaren gaat veranderen. Volgend jaar, eigenlijk moet het dit jaar al gebeuren. En de boer moet de dokter worden van is de dokter van de toekomst. Dat betekent dus dat er dus anders verbouwd moet gaan worden dan dat de meeste boeren nu doen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, het is. Hè, we kunnen het voedsel nog een beetje op een andere manier verbouwen. Hè, maar je ziet op dit moment ook wat bij een boer vandaan komt, is puur. Maar dan is er op dit moment een industrie die koopt het als een grondstof. Mm-hmm. En die doet het overal in. En ja, sommige van die pure dingen worden later ook vermengd. En daar wordt er veel suiker bij gedaan of het wordt weer uit elkaar gesleuteld en dan wordt het een merk. Ja. En we krijgen op dit moment niet wat het allerbeste voor ons is, maar waar goed aan te verdienen valt. Ja. En we kunnen op dit moment, zeg ik wel eens collectief, niet goed rekenen. Onze zorgkosten, die gaan door de 105 miljard dit jaar. En dat is niet, als alles beter wordt, dan denk ik, nou, dat is een goede investering. Maar het wordt gemiddeld, degeneratieve ziektes nemen toe. En we zijn minder lang gezond oud. Dus het lijkt erop, hè, we werken, mensen zijn niet echt meer verwerkt. Hè. Vroeger waren ze meer verwerkt. Iemand van 70 die liep krom en dat kwam door heel veel fysieke zware arbeid. Maar, en die 105 miljard zorgkosten, dat wil ik even benadrukken, dat zegt mensen heel weinig. Ja, veel geld. Maar dat is geen moeilijke rekensom. We zijn met dik 17 miljoen mensen. Dat komt erop neer dat we aan zorg uitgeven €6.000 per persoon. Dus gemiddeld gezin, man, vrouw, 2 kinderen, 4 keer 6.000, €24.000 collectief. Ja. En dat komt uit accijnzen, omzetbelasting, noem maar alle belastingen, maar het moet wel opgebracht worden. En dat is dan ook een pijnpunt. Heel veel medicijnen zijn goed oplosbaar en die zijn zo goed oplosbaar, die verlaten ons lichaam via de urine, komen ze in het oppervlaktewater. Dus een poosje terug hadden we veel drukte over PFAS en stikstof en noem alles maar op. Maar in de natuur is het eigenlijk zo, niemand bevuilt zijn eigen nest. Wij als mensen leven in Nederland, dat is ons nestje. Ja. En wij, een gedeelte van die medicijnen verlaten ons lichaam via de urine in het oppervlaktewater. Nou, dat vind ik, ik heb afgeleerd om te zeggen dat we dingen fout doen. Want dan haal je de energie weg. Maar dat vind ik heel onhandig. Ja. Dus, en dan moet je bij het begin beginnen. Dat is waar het voedsel vandaan komt. Dat is bij die boer. Ja. En ik zeg ook wel eens, het is win-win. Ik krijg steeds meer respect voor planten.
En de zon die gaat nu schijnen. Het is ook wel heel mooi dat het nu gebeurt. Want niemand krijgt een factuur van de zon. Die is niet te betalen. Nee. Ja. En een plant, als de maatschappij zo ook in elkaar zat, dan hadden we een heel andere maatschappij. Een plant, dat klinkt heel vreemd, maar een planten en bomen die geven. Wij nemen. Ja. Wij nemen. Ja, als je wat eet, je neemt. En als je koffie gedronken hebt een poosje later, dan moet ik hier even weg, bij wijze van spreken, moet ik even wat wegbrengen. Maar een plant die doet alles op dezelfde plek. En wat is nu het mooie? De zon schijnt en dan heb je fotosynthese. En een plant die stofzuigert CO2 uit de lucht. We hebben veel druk om CO2. En het sociale aspect van die plant, die geeft de hoog BTW, zeg ik wel eens, 21%, hangt een beetje van de plant af, geeft die door via de bladeren, stengels, wortels, aan het bodemleven. Ja. Twee handjes vol goede grond, daar zit meer leven in dan de mensen op aarde zijn, bacteriën, schimmels. En die vinden suiker, vinden ze heerlijk, daar kunnen ze zich op delen. En dan zit het systeem zo mooi in elkaar, dan maken zij weer voeding vrij voor die plant. Het is geven en nemen. Ja. Maar het is vooral geven. En ik zie een landbouw voor me, dat is een geef-landbouw. En wat we nu doen, is een neem-landbouw. We nemen. En dat doen we vooral met zoute meststoffen, kunstmest. En ik ben niet tegen kunstmest hoor, maar wel tegen zoute kunstmest. En ik heb in een denktankje gezeten van de Rabobank, Food Forward, voedsel vooruit. Ja. En om dat duidelijk te maken dat kunstmest een zout is, heb ik een kunstmestproeverijtje georganiseerd. En dat was nog, we waren binnen, was nog voor corona met een man of 15 denk ik. Maar ik zei, nu heb ik wat kunstmest meegenomen, het staat in de auto. Maar dan moeten we even naar buiten, want dat kan hier niet in de kamer. Ik kan het blijven ophalen, maar ik zei, dat gaan we niet doen. We gaan met z'n allen naar buiten. Dus, naar buiten heb ik iedereen één korreltje kunstmest gegeven. En het leek wel avondmaal. Iedereen die proefde, ik zei, één korreltje is genoeg. Eén korreltje proeven. En het duurde niet lang. Iedereen stond te spugen. Ja. Ja, ik zei, dit werkt nu als een zout. En wij willen graag naar een bemesting toe die plantaardig is. Plantaardig. En is deze zoute kunstmest nu plantaardig of aardig voor de microbiologie in de bodem? Ja, dat vraag ik mij dus af. Ja. En dat kan handiger. En ik ben een beetje creatieve denker, dus ik denk van hoe maken we hier nu een plaatje van? En toen heb ik 3 jaar terug georganiseerd Tour de Poep. Tour de Poep. Ik heb op een zaterdagochtend 12 mensen gebeld. Kun je snel bellen, want je zit allemaal in mijn mobiel. Van willen jullie zondag over een week op een emmer poepen en pissen? En die mensen kennen ons allemaal. Want als een vreemde je belt met dit voorstel, veel succes. Maar van die 12 hebben 9 gezegd, ja Theo, daar doen we aan mee. Dick Veerman deed mee van Foodlog en Kees Buisman van Wetsers. En dus Klaas de Jong, de directeur van EWR, en die ken ik goed en die vindt het ook heel mooi wat we doen. Maar hij zei, Theo, ik moet melk en mest even niet door elkaar. Nee, ik zei, daar heeft Klaas gelijk in. Dus... En toen hebben we Tour de Poep gereden met een busje. We zijn rond het IJsselmeer gereden, Groningen. En daar zijn we begonnen. En toen naar Amsterdam. En weer op de terugweg via Utrecht. En weer naar Friesland. En dan hadden we in een tonnetje poep en pis staan van 9 mensen. Hebben we naar Wetsers gebracht. En daar staan we helemaal niet bij stil. Wij produceren als mensen 30 miljoen kilo fosfaat. Wij zijn letterlijk en figuurlijk het lek in de kringloop. En we willen naar kringlooplandbouw. Ja. En dan krijgen de koeien en de varkens de schuld. Ja. Maar we zijn zelf het grote lek.
En Wageningen heeft het nu ook opgepakt. Dat vind ik mooi. Die hebben we het nu letterlijk over het gat van de burger. Dat is het lek. En we gaan naar de wc. We staan nergens bij stil. Nee. En dan drukken we op een knopje en drukken we het weg. Dat is onhandig. Want fosfaat zit in, vooral in de schil van Noord-Afrika, Marokko, Westelijke Sahara. En dat is politiek niet stabiel op een lange duur. Nee. En wij zijn afhankelijk van fosfaat uit Noord-Afrika. En ja, dit vind ik echt letterlijk schrijnend, dat we dit nog niet in de gaten hebben. Het is veel gevaarlijker dan olie. Een van onze jongens werd in Nieuw-Zeeland en die maakte me attent op een... ja, Nieuw-Zeeland heeft een boot gekocht met fosfaat. En dat kun je googlen. Dat heet Phosphate Shipping Truth. Die boot heeft een jaar aan de ketting gelegen in Zuid-Afrika. Want het was niet duidelijk waar het geld naartoe moest. Naar de Westelijke Sahara of naar Marokko. Er was ruzie over. Ja. Waar het gemijnd was. En wij zijn afhankelijk van fosfaat. En in Den Haag vinden ze mest een probleem. Ik vind het onvoorstelbaar dat je die visie hebt. Dan heb je niet goed nagedacht. Nee, sorry, dan heb je wel nagedacht. Dan denk je iemand anders letterlijk na. Je moet dit overdenken. Ja. En dan kom je tot heel andere conclusies. Ik heb in Groningen een keer gezegd voor een lezing voor boeren. Dit is oliedom. En we maken ons druk om olie, maar dit is echt oliedom. En kunstmest is energievretend. Er zijn nu landbouwsystemen, dan produceren we 1 calorie, een joule. Kun je uitrekenen hoeveel joule tarwe is, of aardappel, of een biet, ik noem maar iets. En dan kost het 6 calorieën fossiel om dat te produceren. Dieselolie, kunstmest, transport. En dat benoemde jij in het begin van je verhaal. Moeten we niet dichter bij de mensen het voedsel gaan produceren. En ik denk wereldwijd dat kan. Dat er zijn enorme mogelijkheden voor. Ja. En dan mensen weer verbinden met hun eten. En dan kom je er ook achter, als je zelf een groentetuintje hebt, hey, dit nu proef ik weer echt de wortel en het heeft meer smaak. Ja. En dan is het er ook ons vooral om te doen dat de vitamines en de mineralen, hè, de vitaalstoffen, en die geven uiteindelijk ook smaak, dat voedsel dan je medicijn is, zeg maar. Ja. Maar stel we gaan vandaag over op dat systeem, op jouw systeem. Laat het maar even systeem noemen, is makkelijker. Wat zou een boer dan moeten doen? Hij moet ergens in investeren of een heel andere bedrijfsaanpak en er moet iets veranderen, toch? Jazeker, en dat gebeurt al hoor. Er zijn echt al voorlopers op boerengebied die hier heel actief mee bezig zijn. En dus die hebben hun grond altijd bedekt met groenbemesters in de herfst bijvoorbeeld. Ja. Die gebruiken andere meststoffen. Ze zijn heel actief bezig met de kwaliteit van de mest die ze gebruiken. Zijn bezig met compost. We zijn dan zelf actief met bokashi. Dat is fermentatie. En ik vind fermentatie, ja, dat vind ik toch wel zo'n mooi proces in de natuur. Want we kennen het allemaal in onze eigen voeding. Zuurkool is gemaakt van witte kool. Ja. En dan heeft zuurkool een hogere voedingswaarde dan de oorspronkelijke witte kool. Dus fermentatie is meer uit minder. Ja. En dan hebben we nog een ander voorbeeld, dat is bier. Bier is gemaakt van gerst, hop en water. Ja. Maar als Heineken of Hertog Jan de gist vergeet, of als je zelf bier brouwt en je voegt geen gist toe, ja, dan kun je dat mengseltje wel opdrinken, maar dat smaakt nergens naar. Nee. En die gerst, wij zijn eenmagig, hè? Wij hebben maar één maagje. Ik kan op gras niet leven, een koe wel. Dus wij zijn eenmagig. Daar moet redelijk goed spullen in, want anders kunnen wij niet draaien. En als daar elke avond bier in gaat, dan krijg ik een ander postuur. Daar zit heel veel energie in. Ja. Dus voor mij is de landbouw van de toekomst is ook een energetische landbouw, die ook afgerekend wordt op input-output. En
Ja, dat is een zoektocht hoor. Dus wij hebben niet op een A4'tje staan, zo moet het. Nee. Maar er gebeuren nu wel hele mooie dingen. We hebben nu contact in Groningen, hè, met de universiteit, met Pablo Titonel, met Falcao Salles. En dat zijn Pablo Titonel is hoogleraar agroecologie. Joanna Falcao Salles is microbioloog. We doen nu proeven bij Wetsers over fermentatie. Wageningen hebben we met Danone een proef gedaan over fermentatie. Want ze zeggen wel eens tegen mij, Theo, word je hier niet moe van? Die denken, er gebeurt niet zoveel op dit vlak. Maar ik heb me er wel op verkeken. Ik dacht dat dit sneller zou gaan. Maar goed, daar leer je van. Ja. En ik heb nu ook geleerd, toen de kunstmest kwam, hè, dat was ook een proces. Boeren wilden dat eerst niet. Je strooide geen kunstmest op Gods akker. Dat was kunst. Hè? Dat was kunstmest. Ja. Het heette vroeger ook hulpmeststof. Ja. Hulpmeststof, geen kunstmest. En er zijn vroeger boeren geweest in het begin, die strooiden het 's nachts. En dan wilden ze voor elkaar niet weten dat ze dat zaaiden. Kunnen we ons nu niet voorstellen. En nu moeten we de andere kant een beetje op. En dat heeft ook weer tijd en weg nodig. Ja. Denk jij van, en we hebben het ook gehad over energie en wat het kost voor. Kijk, zoals ik het begrijp, hè, hey, ik heb ook middelbare landtuinschool gedaan. En het mooie eten uit Nederland wordt vaak geëxporteerd, het mooiste. En ander spul uit het buitenland wordt weer geïmporteerd. Daar hebben we hebben totaal geen zicht op wat daar gebeurd is in het buitenland, maar dan ook niet. Is het mogelijk dat de Nederlandse boer, de Nederlanders, hè, laten we het daar even op, kan voorzien van voeding? Van voedsel, eten en groenten, aardappelen en vlees. Misschien ja. Vlees is misschien een aparte discussie, maar... Kijk, vlees, hè, ik denk wel dat we met z'n allen iets minder vlees gaan eten. Hè? Dat kost toch vrij veel graan om vlees te produceren. Maar rundvlees bijvoorbeeld, een koe, die verwerkt wel gras. He, dus daar, wij kunnen niks met gras. Nee. En er zijn gebieden in de wereld, daar kun je alleen maar gras verbouwen. En Nederlandse grond is hele vruchtbare grond. He, wij zijn een delta, dus die kleigronden in Groningen. En we hebben hele vruchtbare bodems in Nederland. En ik denk, die gedrevenheid die in de mensen zit, die zat vooral in hoogste productie. He, 1 kilogram per hectare. Maar diezelfde gedrevenheid, dat merk ik nu ook bij boeren die hier open voor staan, die gaat zitten in de hoogste kwaliteit. Ja. En dan bedoel ik met de hoogste kwaliteit dat ook de vitamines, mineralen, spoorelementen er allemaal in zitten. En die boeren die zijn nu ook veel meer grond aan het onderzoeken, welke ontbreken er. En dan zijn ze bijvoorbeeld met gesteentemelen bezig om dat weer bij te bemesten. Ja. Ze brengen goede mest naar die landerijen. En dan denken ze dat nieuw is. Maar dat is niet nieuw. Waar vroeger de akkerbouw begonnen is, daar overstroomde zo nu en dan de rivier, de zee, of een vulkaan die ontplofte. Ja. En die bracht weer ook de spoorelementen. Ja. En er is nu straks ruzie om de dam in Afrika, de Nijldelta. Statistisch overstroomde vroeger de Nijl 1 keer in de 2 jaar. En de Nijl wordt gevoed door 2 rivieren. De ene komt uit de bergen, zit gesteentemeel in. En de andere komt uit de tropen, daar zat organisch materiaal in. En die boeren hoefden eigenlijk niet te bemesten met kunstmest. Dat was het toen ook niet. Maar er was een enorm vruchtbaar systeem. En ik heb een keer met een boer gesproken in Amerika, vond het prachtig. En hij zei, vroeger Theo, toen ben ik daar op excursie geweest als jongen en ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Ja. En dat was een Amerikaanse boer die nu helemaal in die graanrace zit met GMO-gewassen en dat soort dingen. En ja, die man die straalde. Hij zei, dat zit altijd nog in me. Ik heb nog nooit zo lekker weer gegeten. Ik proefde die puurheid van die gewassen en de groentes. Ja. Maar even terug naar de vraag. Nederlandse boeren zouden Nederland kunnen voeden, in principe. Ja, zeker. Dat moeten wij kunnen redden op deze vruchtbare grond. Hè? Maar kijk, we halen nu wel granen uit de hele wereld vandaan, bij wijze van spreken. En West-Europa is op deze manier absoluut niet zelfvoorzienend voor voedsel. Nee.
En Kees Buisman, directeur van Wetsers, die heeft een boekje geschreven, De mens is geen plaag. En dus we kunnen best 10 miljard mensen voeden, daar ben ik ook van overtuigd. Dat kan best. Maar hij heeft wel een grote restrictie, dat is zoet water. Zoet water, een groot probleem. Want er zijn nu 10 grote rivieren, die stromen al niet meer in de zee. Okay. En daarvoor hebben we een stichting opgericht, die heet Cool Farming. Cool Farming, CO2 met een L. Cool. En die plant, hè, dat benoemde ik al, die stofzuigt CO2 uit de lucht. En die, als die suiker de bodem in lekt, kan dat humus worden. En humus werkt als een spons. En als we wereldwijd humus gaan bouwen in landbouwbodems, en dat is de missie ook van Cool Farming, dan koelt dat de planeet. En als je als boer dat begrijpt, dat is cool. Dat is cool. Dus ja, en ik hou wel lezingen ook wel voor studenten. En dan vraag ik hun, wat wij voorstaan, heeft dat nadelen? En in het begin beloofde ik ze voor iemand die iets kon bedenken, een slagroomtaart. Maar ik denk, ja, dat kan misschien iets gezonder. Dus ik beloof ze nu een worteltaart. Iemand die nadelen kan bedenken. En dat mensen die naar deze podcast zitten luisteren, dan wil ik graag met hen afspreken. Iemand die nadelen kan bedenken, die kan mij benaderen. En ik breng persoonlijk een worteltaart. Want ik werk nu veel samen met een man, en dat is Johannes Bakker. Dat is wel heel leuk. Die man is boerenzoon en piloot geweest. Gezagvoerder op een Boeing 747. En ik zei, jij hebt over die rivieren gevlogen die niet meer in de zee stromen. Moet je maar even over nadenken. En bodems, die stuiven, die horen niet te stuiven. En die horen water te bergen. En hebben we gezamenlijk Cool Farming opgericht. En Johannes zei, in de vliegerij is zo, als er een probleem is met een vliegtuig, dan moet je niet even de stewardess de schuld geven, dan weet ik het, of die naast je zit. Nee, dat wordt opgelost door helemaal terug te gaan waar is het ontstaan. Ja. En dat noemen ze root cause problems oplossen. Ja. En als wij weer beginnen bij het begin, dat is vruchtbare bodems bouwen met humus, want wij zijn human beings. Human. Soil beings. Ja. Ik heb heel veel respect voor het stof der aarde. Dat is die vruchtbare bodem. En als we dat root cause gaan oplossen, dat is win-win. Ja. De begroting van landbouw is nu geloof ik 3 miljard. 3 miljard. En we geven aan zorg 105 miljard. Ja. En die boer die kan een mooi landschap verzorgen. Die kan goed voedsel verbouwen. Ja. Die kan water bergen, koolstof vastleggen. Ik vind het onvoorstelbaar. En die wordt op dit moment afgescheept met een fooi. Ja. En vroeger kreeg de notaris en de dokter, geloof ik, die kregen een honorarium. Een honorarium. Een honorarium is ereloon. En we mergelen die mensen uit in de landbouw op dit moment. Melk dezelfde prijs. Eieren dezelfde prijs. En wereldwijd verliezen wij vruchtbare bodems. Ja. Ja. Hoe handig is dit? Ik vind het heel onhandig wat we doen. We kunnen collectief op dit moment niet rekenen. Nee. Heel onhandig. Nou ja, precies. Oké, laten we even op dit onderwerp blijven. Want anders gaan we een hele andere kant op. Want we denken wel een beetje hetzelfde over waar het vandaan komt. Maar okay, boeren, het verbouwen van gewassen is op te lossen. Hoe zit het met de veehouderij? Het hele gedoe met fosfaat, wat hebben we nog meer? Stikstof. Stikstof was ook weer zo'n mooi ding. Maar hoe kunnen we dat oplossen met veehouderij? Kijk. Het is een beetje scheef gegaan. De Nederlandse staat was eigenaar van DSM, Dutch Stage Mines. En de mijnen gingen dicht, dus dan moest het anders bedacht worden. En toen bedachten ze, als we daar nu een kunstmestfabriek van maken, en dat is wel heel mooi dat je dit nu noemt, want in Groningen zat veel gas. Ja.
En om 10 ton kunstmest te maken is 3600 kuub aardgas nodig. Ja. 3600 kuub voor 10 ton. Dus energievretend. Ja. Dus via onderzoek, het drieluik, onderzoek, voorlichting, onderwijs, heb ik geleerd op school om te kunstmest strooien. Hoe meer, hoe beter was het toen eigenlijk nog. En dat systeem, dat is fout. Dat klopt niet. En we moeten nu ook eerlijk toegeven. Maar ik ben er nu achter gekomen. Er zijn mensen die moeten eerst met pensioen. Dat zijn goed ontwikkelde mensen, goede opleiding. En ik denk, die gaan ons helpen. En ik kom nu 25 jaar in Wageningen. Ik ben daar nu, ik weet het niet precies, tussen de 60 en de 70 keer geweest. En ik ben er nog maar 3 keer met energie vandaan gekomen. Meestal kom ik daar niet met energie vandaan. Want dat is het, dat noem ik op dit moment een beetje, ja, eigenlijk old school. Maar het is ook niet old school, want het is pas van na de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we op het gebied van bemesting, en ik heb nu veel contact met een man die doet enorm veel studie hiernaar. En dan citeer ik hem. Hij zei, er is heel veel bevlogen onkunde ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog. Bevlogen onkunde. En ja, dat had een reden. We hadden honger gehad. En dan ben je heel gedreven. Dat moet niet weer gebeuren. En dat dachten we met kunstmest, hoge producties. En dat werkt dus niet op een lange duur. Maar even heel snel. Maar de belangenverstrengeling is wel heel duidelijk, hè? Hey, DSM en gas. Allebei staatsbedrijven. Hallo. Ja, ja, heel duidelijk. Kijk, en dat zien we. Ja. Hoe is het gegaan? Kunstmest, die jongens waren in het begin de bommenmakers. Ja. In de Eerste Wereldoorlog gooiden we na elkaar fosforbommen. Dat is branderig, ja. Fosfor. Branderig. Tweede Wereldoorlog hadden we nitraatbommen. Waren we met stikstof, nitraatbommen. In Beirut hebben we gezien wat nitraat doet. Ja. Heel explosief. En toen werd het vrede. En die hoefde dus weinig bommen meer te maken. En dat zijn kunstmestfabrieken geworden. Ja. Dus dat NPK-denken, stikstof, fosfaat, kali. Ja, dat, toen hebben ze heel veel geld naar de universiteiten gesleept. Meer NPK geeft meer opbrengst. Ja, dat moest ook zo eens niet zijn. Ja. Dus dat is echt... Dat is goed, we kunnen niet dingen terugdraaien, maar dat is in de historie bekeken. Over 200 jaar, ik weet niet wanneer ze zijn, wat waren we toen onhandig. Ja. En dit gaan we oplossen, want planten die kunnen wel eiwitten opnemen, aminozuren. En dat is een prachtroute. Dat hele stikstofprobleem, dat is op te lossen. Ja. Met dingen overdenken. En dat is niet terug naar vroeger. Voor de Tweede Wereldoorlog was er al heel veel kennis op dit gebied dat planten op een andere manier stikstof op kunnen nemen. Dat zijn niet alleen de vlinderbloemigen. En dan moet je, als je weer een keer in het buitenland bent, als het weer kan, in de bergen. En dan verwonder ik me altijd over die bomen, die staan daar in de rotsen. Nou, ik denk, je wil geen suikerbiet of aardappel kun je hier laten groeien. En er staat me zo'n dikke boom. Hoe komt die aan de kost? Ja. Moet je gewoon nadenken. Ja. Dat heeft mij altijd... mijn beeld ook bepaald. Dat ik dan dingen in de natuur zie. Dan denk ik, ga ik erover nadenken. Ik denk in de wereld, hoe is het mogelijk? En dan pak ik mijn bemestingsleerboekje erbij. Dan kan het helemaal niet met die tabellen. Maar die boom staat daar. Nou, dat overtuigt mij wel. Dus we hebben hele mooie kansen voor ons. En op dit moment, ik ben heel positief, er zijn op dit moment, dit komt bij jonge mensen vandaan. Ik ontmoet op dit moment zulke mooie jonge mensen, want die hoeven niks af te leren. Nee. Die hoeven alleen maar bij te leren. Ja, en kijk, het is natuurlijk een beleid, hè? Het stikstofbeleid, het is natuurlijk beleid. Het is, jij, niet alleen jij, zeggen de aarde moet groener en dan hebben we het hele CO2-probleem is ook direct opgelost en... Maar goed, het beleid is natuurlijk net andersom. Hè? In één keer verschijnt er ergens een natuurgebied, zogenaamd, wat alleen maar uit zand mag bestaan. Want daar hebben ze weer een of andere theorie over. Dus hele mooie landbouwgronden worden opgeofferd nu voor zogenaamd, natuur. Maar goed, ander verhaal. Dat beleid moet natuurlijk anders, want anders heeft die boer geen schijn van kans. Nee, en kijk, we hebben zulke mooie vruchtbare bodems, hè? Dus...
heel veel gebieden van de wereld zouden ze wensen dat ze die bodems hadden die hier in Nederland zijn. Dus, en we hebben absoluut straks voedsel nodig voor, dat is gewoon nodig. Hè? Ja. Dus, en nu willen ze naar verticale landbouw. Hè? Wij doen op dit moment horizontale landbouw. En verticaal kan ook. Ja. Alleen, wordt dan de boer de dokter van de toekomst? Dat is voor mij de grote vraag. Want zoals wij hier met z'n tweeën op onze stoeltje zitten, we hebben het halve periodieke systeem in ons. 70 mineralen en elementen. Ja. En met verticaal landbouwsubstraat, dan kun je best tomaten laten groeien, sla, en dat kan allemaal met ledlicht, de zon komt er weer bij, dat is prachtig. Maar dat geeft andere frequenties dan alleen ledlicht. Ja. Je krijgt dan gewassen, maar de vitaliteit zit er niet in. Ja. En ik denk dat de techniek ons gaat helpen, want we kunnen waarschijnlijk over 10, 15 jaar met onze mobiel moleculen meten. Dus dan weet ik hoeveel vitamines in die sla zitten, of er koper, selenium, molybdeen, kobalt, zit dat allemaal in mijn groenten. Ja. Dus de techniek gaat ons denk ik helpen om dat vitale voedsel te produceren. En dan heb ik bijvoorbeeld melk met een mooie omega-3, omega-6 verhouding. En die is ontstekingsremmend. Ja. Dus daar kunnen we op sturen met voeding. Dus ja. Die boer, die dokter van de toekomst, dat zie ik helemaal voor me. Dat heeft grote kansen. De veehouders, hè? Op een gegeven moment, het beleid werd het werd boer bij veehouders onmogelijk gemaakt om de beesten naar buiten te sturen. Hè? Want het was zo'n drama met hun mestbeleid. Maar hoe zo'n groot probleem kunnen we oplossen als die koeien, in dit geval, weer naar buiten kunnen? Gewoon iedere dag gewoon graas in de wei. Want dat scheelt natuurlijk een heleboel graan wat niet verbouwd hoeft te worden. Ja, hè, maar het klimaat is ook een beetje wispelturig. Hè? 2 weken terug liepen de koeien buiten bijvoorbeeld en nu alweer minder. Hè? Dus dat hangt wel van de boerderij af. Heb je hele trapgevoelige grond bij wijze van spreken, dan is het lastiger. Ja. Maar wat een koe wel mooi doet in de wei, de urine en de mest apart. Kijk, in 1970 hebben we lichtbokstallen gebouwd en nu doen we de mest en urine bij elkaar. Ja. Maar we kunnen morgen die lichtbokstal niet afschaffen, dat gaat niet. Hey, maar je ziet nu ook een hele bewustwording op het gebied van mest. Ik zeg altijd, mest is goed, maar mest kan beter. En dat is vooral met drijfmest. Mest en urine, dat is een natuurwet. En die horen niet bij elkaar. En dan krijg je een stukje rotting. En dan krijg je verkeerde eiwitverbindingen. Cadaverines, putrescines, indoles, scatolen, mercaptanen. Dat zijn allemaal eiwitverbindingen die beter kunnen. En wil je met minder stikstof, want daar draait het dan vooral om, dan moet je zorgen dat die mest van de allerbeste kwaliteit wordt. En daar zijn we nu ook met universiteiten mee bezig, en om daar naar te zoeken. En dat doen we ook met microbiologie. En want in de melkfabriek bijvoorbeeld maak je met melkzuurbacteriën karnemelk of kaas. En dat heeft me wat verwonderd. Ik denk, hey, in de zuivel weten we wat we met melkzuurbacteriën kunnen. Ja. En daar zijn wij dus ook mee bezig met melkzuurbacteriën, fototrofenbacteriën. En dat noemen we dan effectieve micro-organismen om die mest te verbeteren. En ik mocht veel reizen en dan veel plekken gewerkt in de wereld. En dan ga je ook met andere ogen kijken. En ik mocht dat is nu alweer bijna 20 jaar terug, mocht ik een lezing houden in Noord-Korea. En er was iemand van Wageningen, die ging dat, die moest dat verzorgen, maar die man werd ziek. En toen zeiden ze, Theo, dat was de directeur van Agriton die dat zei, Frits van der Ham. Die zei, Theo, dan ga jij die lezing geven over klei. Ja, zei, dat is een goed idee. En dus mij met z'n tweeën naar Noord-Korea. En via Beijing. En er waren die dag 2 vluchten op Pyongyang, de hoofdstad. 1 uit Beijing en 1 uit Tokio. Meer gebeurde er niet. 2 vluchten. En dan ben je alle dagen blij dat je in Nederland woont, want hier gaat zoveel goed. Dat is onvoorstelbaar. Oh, dat is onvoorstelbaar. En dan zijn we bij schooltjes geweest, daar wordt de poep en pis van kinderen gefermenteerd.
Want die is vrij schoon. Kinderen krijgen geen medicijnen. Tussen aanhalingstekens schoon, hè? Ja. En die wordt gebruikt voor bemesting. En toen zijn bij mij... Daarom heb ik toen ook Tour de Poep later georganiseerd. Want ik heb dat al een keer gevisualiseerd. Ik heb dat gezien. Dus dat is voor mij niet raar. Nee. Maar omdat ja, die paradigma shift, zeg maar, te laten ontstaan... heb je denk ik ook een stukje creativiteit nodig. Ja. En... ik merk nu scholen die pakken het op in Sierhuis-de-Veen en Harkema hier vlakbij. Daar zijn nu in het onderwijs wordt Tour de Poep nu wordt genoemd. En die kinderen daar hoor ik nu reacties van, die vinden dat gewoon prachtig. En die zijn nu al aan het poep voelen geweest naar een bedrijf, een boerenbedrijf en een koeienpoep. Dat is gewoon puur plantaardig. Daar kan weinig mis mee gaan. Dus... ja, op dit moment heel veel beweging. Ik ben echt wel blij. Ja. Jij bent positief voor de toekomst voor Nederlandse boeren. Absoluut. Ja, maar we zijn er, met alle respect, die gedrevenheid die in de Nederlandse boer zit. Want ik kom op dit moment heel veel bedrijven of instanties, overheidsinstanties, wordt 4 dagen in de week gewerkt. Vrijdag, dan begint het weekend bij sommigen. Met alle, mag prima hoor. Maar bij een boer 7 dagen in de week. Die koeien hebben alle keren aandacht nodig. Die gewassen straks weer. Kun je niet zeggen, ik werk geen 4 dagen per week. Dat is constant aandacht nodig. En dan word je... Ja, daar kan ik mij best kwaad om maken. Dan krijg je die mensen op dit moment een fooi. Die verdienen een honorarium. Ja. Voedsel. Het verschil tussen... Dat is filosofisch hoor. Ik mocht een lezing geven bij de ABN AMRO in Amsterdam. Dat was op een vrijdagmiddag. In het gebouw Cirkel, dat staat voor circulariteit. En toen, weekend stond voor de deur. Ik zei, weten jullie het verschil tussen orde en wanorde? Dat is 7 maaltijden. Dat begreep men niet. Ik zei, het verschil tussen orde en wanorde is 7 maaltijden. Ik zei, het is nu vrijdagmiddag, zaterdag, 3 maaltijden, geen eten. Zondag... 3 maaltijden geen eten. Maandagochtend. Man, vrouw, 3 kinderen, jonge kinderen rond de tafel. Geen eten. Maar je hebt vrijdag gezien, de buurman, die heeft voor de hele week boodschappen gehaald. Voor de week erop. Bij jou is alle eten op. Dan ga je naar de buurman en je vraagt hem vriendelijk. De kinderen hebben honger, wij zelf ook. Heb je wat eten voor ons? Nee, zegt die man, want dan komt de eerste 14 dagen geen eten. Dat is voor mij, voor mij. Is dan orde of wanorde? En wij, dat vind ik zo jammer. Wij hebben geen waarde meer op ons eten. We rijden naar de supermarkt en dan is daar. Ja. Ja, en als we die verbinding kunnen leggen met waar we mee begonnen zijn. Hè, je zei van, kunnen we dat meer in de maatschappij krijgen? En dat begint met schooltuintjes en dorpstuinen, denk ik. En die beweging, die start. Hè? Je hebt herenboeren, je hebt allerlei initiatieven op dit moment. Ja. En daarvan, ja, dat in Assen willen ze een herenboerderij starten. Hè? Dus daar zit muziek in. Mooi. Nou, ik ben er blij om. Kijk, nogmaals, ik denk ook wel dat het kan. Alleen, de mensen moeten het nog even doen. En dat is een groot verschil. En ik merk bij boeren dat... Ik zie ook wel boeren die zijn een beetje op het einde van hun Latijn. En veel van die boeren die staan natuurlijk al op het punt om te stoppen. En dan, ja, wat ga je doen? Ga je spullen overdragen aan je zoon of aan je dochter? En wat gelukkig ook steeds meer gebeurt. Of niet? Of zegt de zoon of dochter van toedeledokie, ik ga naar het buitenland. Daar is misschien meer toekomst. Dus dat zie je ook. En, maar ik hoop dat dit in ieder geval een bijdrage. Normaal, we kunnen echt niet alles behandelen in één zo'n podcast. Dat gaat echt niet lukken. Maar het is wel mooi te zien dat je ermee bezig bent, vind ik in ieder geval. Ja, nee, heel, heel mooi mooi dat je ons vroeg, zeg maar. Dus, ja. Hè? En er zijn ook mooie initiatieven, hoor. Bijvoorbeeld, ik ben zelf voorzitter van Symphony of Soils. Muziek uit de bodem, Symphony of Soils. Hè? Dus, want jonge mensen, die moet je... Een boodschap van hoop geven, denk ik. En ook een gereedschapskistje meegeven dat het kan. Ja. En dit soort dingen kunnen. Hè? Dit is geen rocket science.
Kennedy zei in 63, we gaan naar de maan. Ja. En verduld 6 jaar later staan we op de maan. En nu willen wij graag vruchtbare bodems bouwen en koolstof opslaan in die bodems. En we doen net allemaal over dat heel moeilijk is. Nee, dat is te doen. Maar inderdaad, wat je zei, dan moeten we wel dingen doen. We moeten het doen, ja. 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 Als mensen contact willen hebben met jou, Theo, misschien als spreker of wat dan ook, mag ik jouw gegevens, jouw mail eronder zetten onder de video? Ja, nee, is prima hoor. En ze kunnen ook altijd even googlen Mulder Agro, Colm Zwaag. En dan hebben we wel een site. En daar staan ook wel filmpjes op. We organiseren wel bijeenkomsten met sprekers. Er staan ook mensen uit het buitenland, Australië, Amerika. Dus als mensen interesse hebben, dan kunnen ze ook altijd even op onze site kijken. En ze kunnen me altijd contact met ons opnemen en bellen. Dat graag zelfs. Ja. Hartstikke mooi. We sluiten hem af. Leuk, Theo. Leuk. En wie weet wat er nog van komt. Misschien is het net even dat wat nodig is om meer mensen aan te zetten voor een verandering. Dat hoop ik. Tenminste, ja. Dat doe ik voor. Zeker weten. Goed. Nee. En graag gedaan. Hele fijne dag. Oké. Okay. Ja, hoi. Hoi.